Hallo, vandaag spelen we het spel Fabelfruit. Dit is een heel eigenaardig spel in de zin van het spel zal nooit exact hetzelfde zijn. Er komen steeds kaarten bij en er gaan kaarten verdwijnen. Ik ga vandaag jullie een spel tonen dat al ietsje verder zit in het verhaal, om zo te zeggen. En vandaar, het kan spoilers bevatten, maar eigenlijk zijn het maar kleine spoilers. Dus wil je absoluut nog niets weten buiten het begin, dan zou ik dit niet kijken, maar anders geen probleem. Goed, laten we eens kijken. Dus, hoe werkt het spel? Ik ga een spel tonen met drie spelers. En iedereen heeft van die mooie speelfiguurtjes, een giraf, schaap, olifant. Er zijn er nog meer. Pinguïn, nijlpaard, slang. En stel nu dat de giraf begint. Iedereen begint met twee fruitkaarten. Ik zal nu spelen in naam van de giraf. En de giraf, kijk, heeft twee ananassen. Maar er zijn ook aardbeien, druiven, kokosnoten en bananen. En de bedoeling is eigenlijk dat we met dat fruit soort van cocktails gaan maken. En hoe doen we dat? Stel dat ik hierop kom staan. Of misschien hier. En ik heb twee ananassen, twee kokosnoten. En dit mag eender welke kaart zijn, maar nog een extra kaart. Dan mag je die afleggen en dan scoor ik dus één drankje. Hier staat wel een 10 op, maar dat is de nummer van de kaart, maar dat is gewoon één punt. De bedoeling is om als eerste, in een spel met drie spelers, is het de bedoeling om als eerste vier drankjes te maken. Maakt niet uit welke en of die dezelfde of verschillende zijn, maar je moet het eerste zijn. Daarna wordt de ronde nog afgemaakt. Dus stel dat de giraf begint en die heeft als eerste vier drankjes, dan krijgen het schaap en de olifant ook nog één beurt om dat te evenaren. Bij gelijk spel kijken we naar het aantal kaarten dat ze nog in handen hebben. En wie er dan de meeste heeft, heeft dan gewonnen. Goed, laat ik eens tonen hoe het werkt. De giraf zal dus het spel beginnen. En zoals ik daarnet heb laten zien, de giraf heeft twee ananassen. Nu, het enige wat de giraf kan doen, is een actie. Hij kan nog geen drankje maken, want hij heeft nog niet genoeg om een combinatie te vormen. En wat op dit moment de meest interessante actie is, jullie kunnen het waarschijnlijk niet lezen, maar op iedere kaart staat wat tekst geschreven. Ik ga ze ook niet allemaal voorlezen, maar deze is interessant, want wat staat hierop? Leg twee ananassen uit je hand af en trek daarna vijf fruit van de stapel. Aha, ik heb twee ananassen, heel toevallig. Dus die komen op de aflegstapel en nu krijg ik vijf fruit in de plaats. Kijk, dat is meteen een goede kaart. Een lucky shot. Nu, er staat veel tekst op, maar je kan altijd wel, als je eenmaal weet wat het doet, kan je nog gemakkelijk door de titel te lezen. Het herinneren, hè? Leg twee ananassen af voor vijf fruit. Dat is duidelijk genoeg eigenlijk. Bij de meeste kaarten die ik al ben tegengekomen, is dat voldoende. Goed, dat was de beurt van de giraf. Nu, het schaap komt dan aan de beurt. En het schaap, we gaan niet kijken welke kaart die heeft, maar die gaat zichzelf hierop zetten. Wat staat hier? Trek twee fruit. Staat in de titel eigenlijk, meer is het niet. Dus twee fruit van de stapel. Dan hebben we de olifant. Olifant weten we ook niet wat die heeft, maar die gaat wel iets tonen. Want die gaat voor de wasbeer. De wasbeer, daarvoor moeten we een aardbei afgeven. Dat heeft hij. En dan mogen we, of ja, nee, we moeten die in de markt leggen. Ik ga even. Ik weet niet waar het nog plaats is, hier van boven. Voilà, de markt. De markt leggen en dan mogen we er drie terug uitnemen. Nu, op dit moment is er geen markt, maar normaal gesproken is die er wel. Want vanaf deze kaart is er eigenlijk altijd een markt. Dus 1, 2, 3, 4, 5. In de markt liggen altijd vijf kaarten. In het begin van het spel. Niet het eerste spelletje, want die komt pas later in het spel terecht. Dus die mag één aardbei wegleggen en drie kaarten nemen naar keuze.
Nu is het misschien even kijken wat hij al heeft. Wat is het interessantste? Zou kunnen zeggen drie kokosnoten. Is wel interessant. Maar er is op dit moment geen enkel kaart waar je vier kokosnoten voor nodig hebt. Dus ik denk dat hij voor drie kokosnoten gaat. Twee kokosnoten en één druif. Voilà. Merk wordt niet aangevuld. Dat is enkel als iemand hier nu gaat opstaan. Goed. Dan is het terug de eerste speler, de giraf. De giraf is nu verplicht om zich te verplaatsen naar een andere kaart. Hij kan dus niet twee keer dezelfde actie doen. Ook moest hij deze cocktail kunnen maken, dan mag hij daar niet op blijven staan. Hij kan op dit moment nog niet die cocktail maken, want daarvoor heeft hij zes kaarten nodig en hij heeft er maar vijf. Dus hij moet zich verplaatsen. Hij kan bijvoorbeeld kiezen om deze te nemen. Ruilen met de markt. Dan wordt hij eerst terug tot vijf aangevuld. En dan mag je kijken hoeveel, hij mag kiezen hoeveel, maar hij moet altijd een kaart voor in de ruil in de markt terugleggen. En ik denk dat ik weet wat hij gaat doen. Hij gaat de banaan pakken en een kokosnoot terugleggen. Voilà, dat was de beurt van de giraf. Dan is het de beurt aan de olifant. De olifant gaat hierop staan, de kangoeroe. Wat doet dat? Ontvangt twee fruit van de rijkste. Wie heeft de meeste kaarten dus? Vijf kaarten hier. Vier kaarten daar. Dus dit is de rijkste. Giraf. En ik heb het eigenlijk niet laten zien daarnet, maar de giraf had eigenlijk net een combinatie. Twee druiven, twee bananen en nog een extra. Kon dus hier eigenlijk een cocktail maken. Maar nu besluit dus de olifant om ervan te stelen. De giraf mag wel zelf kiezen welke twee hij gaat afgeven. Hij gaat voor een banaan en een kokosnoot gaan. Die geeft het dus af aan de olifant. Maar de olifant was het nog niet. Wacht even, eerst is het schaap het. Kontje. Dus deze, ik weet niet waar stond die weer. Hier zeker. Nee, ik weet het ja niet. Hier. Ja, het schaap was het eerst. Dus het schaap gaat. Gaat hij dat ook doen? Nee, je gaat voor de schildpad gaan. De schildpad, wat wil dat zeggen? Neem uniek fruit. Dat begrijp ik niet. Maar als je het leest, wordt het wel duidelijk. Wat moet ik doen? Ik ga het gewoon tonen. Ik ga gewoon fruit blijven omdraaien. En ik mag zeggen, ik neem die twee. Of ik mag blijven doordraaien tot er twee dezelfde komen. Dus ik mag die drie nemen. Of ik ga het risico nemen. Oh, nog een verschillende. Ja, nu ga ik het niet meer wagen. Maar stel nu dat hij niet stop zegt en dat gaat door. Maar had geluk gehad. En er komen twee dezelfde, dan mag die enkel die twee dezelfde nemen. Dus dat zou een nadeel zijn. In dit geval heeft hij dus vier kaarten verdiend. Dat is heel mooi. Voilà. Dan is de olifant het. Ik ga nu niet naar daar gaan, maar ik ga naar daar gaan. Gewoon twee kaarten trekken, voilà. Dan is de giraffe terug. En wat gaat de giraffe doen? Aha, ja, we hadden een drankje. Kijk eens aan. Dan kan ik jullie tonen hoe het moet. Je gaat dus naar daar. In plaats van de actie te doen, gaat hij gewoon deze kaart allemaal afleggen. En dan krijgt de giraf een eerste drankje. Normaal gesproken liggen er van ieder soort kaart in het begin vier. Maar het spel evolueert de hele tijd. En iedere keer dat er een drankje wordt gemaakt, gaat die kaart eigenlijk uit het spel. Dat is het speciale aan het spel. Maar die wordt ook vervangen, want we hebben hier ook nog een stapel. Hè, spoiler alert met extra kaarten. En eigenlijk is die stapel veel groter dan dit, want er zijn ook nog extra pakken die ik zelfs niet heb open gedaan. Dus er zijn eigenlijk in totaal zijn er 59 verschillende diersoorten die in het spel kunnen komen. Dus nu, de bovenste, die liggen altijd mooi op volgorde, dus de bovenste wordt gewoon afgepakt. Dat is dus een nieuwe kaart, komt hier gewoon bij te liggen en is ook een nieuwe actie of een nieuw drankje dat we kunnen maken. Dus nu kunnen we ineens kokosnoten en bananen gebruiken om dit drankje te maken. Oké. Dan is het schaap het weer. Het schaap heeft zoveel kaarten in handen. Kans is groot dat hij ook wel iets kan maken. Ik wil alleen even zien wat hij kan maken.
Trouwens, deze komt hier terug, staat hier. Is er niks? Ah ja, er is wel iets dat je kan maken. En ik zie dat het deze is. Kijk, twee aardbeien. Twee druiven. En dan nog iets. Ik denk dat die gaat voor aas. Ja. Vijf kaartjes weg. Krijgt ook een drankje dus. Voilà. Dan is de olifant het. De olifant heeft ook al wat kunnen verzamelen. De vraag is echter, heeft hij al een collectie? Nee. Maar die kan wel iets anders doen. Hij kan voor deze kaart gaan. Daar moet je gewoon zes kaarten voor afgeven. Het maakt niet welke zijn. En hij heeft toevallig zes kaarten. Voilà. Iedereen heeft ondertussen één drankje. Wat ik nu wel twee keer ben vergeten is, er komt iedere keer gewoon een kaart bij. Hup. Hup. Dus er zijn er van elk vier te verkrijgen. En daarna wordt het komt er weer een nieuwe kaart. En die kunnen we eigenlijk gewoon zien van boven. Dus de volgende gaat de koala zijn. En zo gaat het spel door, totdat iemand vier drankjes heeft gemaakt. Ja, en dan mag de beurt nog afgemaakt worden. En dat is eigenlijk het spel. Ik denk dat ik voornamelijk heb gezegd. Dus laten we overgaan naar de conclusie. Vooraleer ik kan komen tot mijn conclusie van het spel, is er nog wel één belangrijke regel die toevallig niet aan bod is gekomen en die naarmate het aantal spelers stijgt zeker van toepassing gaat zijn. Namelijk, stel ik ben nu weer de giraf en ik wil me bewegen en ik ben zeer geïnteresseerd in een kaart waar al iemand op staat. Bijvoorbeeld deze. Het kan zijn voor de actie of het kan zijn om het drankje af te leggen. Nu, ik heb niet gezegd dat dat niet mag, maar ik heb ook niet gezegd dat het zomaar mag. Want je moet namelijk dan een kaart betalen aan die speler die al op die kaart staat. Dus in dit geval moet de giraf een kaart geven aan de olifant. Stond er ook al een schaap bij, of komt het schaap nadien, zal ik zeggen. Dan moet het schaap aan de giraf en de olifant een fruitkaart geven. Dus dat kan al redelijk duur worden. Meestal is het dan interessanter om een tussenstap te nemen. Maar, zoals ik al zei, naarmate het aantal spelers stijgt, wordt dat steeds moeilijker. Dus als je dit spel met 5 speelt, je kan het van 2 tot 5 spelers spelen. Zeker in het begin liggen er nog maar 6 kaarten, stapels met kaarten. Dus dan ga je sowieso regelmatig eens een kaart moeten betalen aan iemand. Nu, stel dat je geen kaarten meer hebt, dan mag je wel gratis. Dus in dat geval is er ook geen probleem. Nog zoiets, hier staan soms bordjes met nummertje 1 op. Dat wil dus zeggen, als je dat niet kunt doen, bijvoorbeeld hier moet je een aardbei geven voor 3 dingen uit de markt, dan mag je er ook nog altijd naartoe gaan, maar dan krijg je gewoon 1 fruit van de markt. Dus er is wel, als je geen fruit meer hebt, kun je nog altijd wel iets doen. Het is niet dat je vast zit dan. Toch is er een redelijke hoeveelheid pesten, zeker. Sommige kaarten hebben dat in zich. Deze kangaroekaart bijvoorbeeld, waar de rijkste kaarten moet afgeven. Je krijgt wel nog eentje terug, dus valt meestal wel mee. Er zitten nog heel wat andere in, waar dat andere spelers kaarten aan jou moeten geven. Maar er is ook een soort van delen van kaarten. Dus er zit veel variatie in. En dat vind ik meteen al een heel sterk punt. Ja. Dus het verhaal gaat ook altijd verder. Dus je bent steeds nieuwsgierig van, wat gaat er nu komen? Dat heb ik toch. Ik weet niet of iedereen dat gaat hebben die dat speelt. Misschien hebben andere spelers iets van, ja, ik speel liever de hele tijd met diezelfde 6 kaarten van het begin. Want die ben ik gewoon en ja, oké, ieder zijn ding op dat vlak. Verder, wat ook duidelijk is, het is een heel mooi spel. Hè? Mooi gemaakt, die figuurtjes. Die zijn prachtig. Ja. En de kaarten zien er ook heel mooi uit. Fruitkaarten ook. Dus daar is eigenlijk niets op aan te merken. Het spel speelt ook heel vlot. Het is redelijk gemakkelijk te leren. Maar aan de andere kant, er staat veel tekst op de kaarten. En dat zorgt voor, iedere keer als er een nieuwe kaart bij komt, zorgt dat een beetje voor verwarring.
Of ja, sommige zijn heel eenvoudig, andere staat iets te veel op om meteen door te hebben waar gaat het hier over. Gelukkig is de titel meestal een goede indicatie. Het spel speelt naar mijn mening het best met 3 of 4, omdat je dan elkaar wel kunt blokkeren, maar ook niet te veel. Met 5 heb ik het ook gespeeld. En zeker het eerste spel zat je elkaar iets te veel in de weg. Dat was niet meer zo plezant. Maar naarmate er meer stapels tevoorschijn komen, neem ik aan dat het eigenlijk ook wel meevalt om het met 5 te spelen. Met 2 heb je het tegenovergestelde. Dan ga je misschien net elkaar iets te weinig in de weg zitten. En dan gaat het geluk meer van tel zijn. Want dan gaat het er eigenlijk gewoon op neerkomen. Trek ik de juiste kaarten zo snel mogelijk. Het blijft echter wel een leuk spel, maar er zit nog maar weinig strategie achter. Want je kan dan wel even stoppen bij een andere kaart om iemand te pesten. Maar de kans is groot dat hij daar al bovenop komt tegen dat jij je volgende actie kunt doen. Hoe het evolueert naarmate de kaarten, de dieren bijkomen, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet of het meer pesterig wordt of gewoon iets complexer. Ik vermoed dat het wel complexer gaat worden, want er zitten nog heel wat tokens bij die nog niet gebruikt zijn. Ja, dus slang in de knoop, fruittokens, cocktails. Dus er gaat nog wel wat bij komen. Het is voor mij ook nog een verrassing. Mogelijk zal ik later opnieuw dit spel reviewen als ik al wat verder ben geraakt. Positieve punten zijn er heel veel. Negatieve punten is vooral het leeswerk en ook voor nieuwe spelers. Stel, we hebben al met een groepje dit gespeeld en we hebben deze kaarten al gebruikt. Komt er iemand bij? Ja, die heeft hier nu op dit moment 1, 2, 3, 9 kaarten om te lezen. Ja, dat is eventjes toch een moeilijke stap. Maar eigenlijk, aldoende speelt het, leer je heel snel hoe het werkt. Dus dat is zeker ook weer positief eigenlijk, hè. Verder kan ik er weinig op aanmerken. Ik denk dat het niet altijd iedereen zijn ding gaat zijn. Het is een gemakkelijk kaartspel. Er zit weinig diepgang in. Dus dat moet je echt niet verwachten. En ook, ze spreken van ja, fabelspel, hè. Het is een uitvinding van Friedman Fries. En misschien wordt dat wel een beetje overdreven. Het is niet een geheel nieuw concept. Het is wel leuk dat er steeds veranderingen plaatsvinden. Maar als ik het moet vergelijken met de Legacy variant, die misschien bij jullie bekend is, dan gaat dit natuurlijk veel minder indringend zijn. Het is leuk, een leuk concept, maar verwacht er ook niet te veel van. Goed, ik denk dat ik dan alles heb gezegd. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Patiently about, and